Heel goedemorgen, deze marktsupdate verzorg ik voor BNP Paribas Markets. En weer een nieuw record voor de NASDAQ op vrijdag, al was het maar met een plus van 0,2%. SP 500 sloot fractioneel lager, de Dow Jones leverde 0,8% in. En hoewel de markten positief reageerden op zowel de dotplot als de woorden van Jerome Powell eerder in de week over de naderende renteverlagingen, zijn diverse partijen toch nog sceptisch over deze plannen. Opvallend waren dus de woorden van Fed-president Rafael Bostic, die ook stemrecht heeft. Hij ziet maar één rentestap in 2024. En vermogensbeheerder Vanguard ziet zelfs helemaal geen renteverlaging dit jaar. Mogelijk dat de markt dus toch nog iets te positief is. In de VS verder veel aandacht voor Truth Social. Het platform wil via de lege beurshuls Digital World Acquisition binnenkort haar beursgang maken... Het zou Donald Trump enkele miljarden opleveren. En de term Magnificent Seven kan worden bijgesteld. Tesla en Apple doen al even niet meer mee. Sinds begin 2024 zijn de aandelen Apple bijvoorbeeld met 10% gedaald en trok de SP 500 met 10% aan. En het dreigement van interventies op de steeds zwakkere yen tegen de dollar vanuit de Bank of Japan heeft nog niet geholpen. Vannacht werd er een nieuw dieptepunt bereikt. Ondertussen wachten beleggers op de diverse inflatiecijfers die deze week in Azië langskomen. De Nikkei leverde ruim 1% in, terwijl de Chinese markten vrijwel onveranderd sloten. De Chinese overheid heeft wel nieuwe regels opgesteld die chips van Intel en AMD voortaan verbieden in pc's van ambtenaren. Ook software van Microsoft moet eraan geloven. Men wil deze chips en besturingssystemen voortaan van eigen bodem hebben. De futures in Amsterdam duiden ondertussen op een redelijk onveranderde opening. Zowel het hoofdkantoor als de ijsdivisie van Unilever zouden behouden kunnen blijven voor Nederland, mocht men besluiten het onderdeel af te splitsen en in Amsterdam naar de beurs te brengen. Echter moet de overheid dan wel een betrouwbare partner blijken, aldus topman Hein Schumacher. En het worden twee korte handelsweken met dank aan een lang Paasweekend. Zowel op Goede Vrijdag als Tweede Paasdag blijven de Europese beurzen gesloten. In het Verenigd Koninkrijk en de VS gaan de financiële markten op Tweede Paasdag wel regulier open. Op de agenda vandaag: Chicago fed Index en nieuwe woningverkopen uit de VS. En we zien verder bij de analisten: HSBC zet Unibail op kopen, koestel 82. Jeffrey zet Eurocommercial op kopen, koestel 27. Berenberg zet nieuwe steen investment opkopen koersdoel 23 en Goldman zet Nike opkopen koersdoel 120 dollar. En Apple krijgt ook een koopadvies met een koersdoel van 232 dollar. En morgen is er weer een market update van BNP Paribas.